u een intieme vraag stellen? Schipper Krijger, wat heeft u voor motor? Ik heb een Samova 2S108. En is dat een langzaamloper? Dat is zeker een langzaamloper. Hij loopt ongeveer max 1500 toeren. En wat is het vermogen? Het vermogen is 30 pk. En in wat voor boot staat hij? Hij staat in een oude stadsreinigingsboot. De SR22, dus nummer 22. En ik heb hem nog niet zo heel erg lang. Waarvoor wordt hij nu gebruikt? Hij is nu in groot onderhoud. Ik ben het hele schip aan het aanpakken, inclusief de motor. En ik wil hem weer gaan gebruiken voor de waterbouw in Amsterdam. Deze boot? Mijn vader, die kwam, ik was altijd al op zoek naar zo'n bootje, zo'n soort bootje waarmee ik kon werken. En toen kwam mijn vader met het idee om een bootje te kopen van een man die jij goed kent. En hij zei tegen mij en mijn zusje van jullie mogen dit bootje opknappen, gebruiken, mee werken. Maar wel in ruil voor dat je hem zeg maar terugverdient. Dus ik ben hem nu helemaal niks aan het opknappen, hij is naar de werf geweest, het motortje wordt onder handen genomen. En ze gaan hem straks, als hij weer varend is, gaan we langzaam terugverdienen. Schipper Krijger, mag ik u een intieme vraag stellen? Tuurlijk, ik ben heel benieuwd. Mag ik misschien even onder uw kleppendeksel kijken? Ja, dat moet wel eventjes lukken. Het is al een tijdje terug dat ik eronder heb gekeken, want dat is eigenlijk niet nodig bij deze motor. Maar laten we even kijken. Ik hoop dat de pakking nog goed is. Kijk, daar is het wonder. Oh. Hoe heb je met de motor leren omgaan? Ik ken deze motor nog niet. Ik heb altijd met normale motoren, of tenminste normale motoren, nieuwere motoren gewerkt. Dus voor mij is het allemaal uitvinden, proberen, zoeken, dingen uit elkaar halen. En op die manier kom ik langzaam erachter hoe je met zo'n motor om moet gaan, wat het onderhoud is, wat op die manier zeg maar. Zat er geen gebruiksaanwijzing bij? Er zat geen gebruiksaanwijzing bij deze motor. Ik probeerde nog wel heel stiekem aan het begin op YouTube filmpjes te vinden van hoe ik dingen aan moest pakken. Maar dat is ook nauwelijks te vinden. Dus het is echt gewoon uit elkaar halen, sleutelen en kijken wat je tegenkomt. En mijn vader helpt me natuurlijk.
je nog problemen met de motor gehad? Jazeker. Het bootje was net naar de werf geweest. En toen was het even zoeken. Ja, het was natuurlijk allemaal nieuw voor mij. Ik had het nog niet zo heel erg lang. Ik heb hem eigenlijk direct naar de werf toegebracht. En toen op de terugweg, toen we daar wegvoeren, toen begon hij een beetje wit te roken. Maar ja, dat was nieuw voor mij. Ik kon dat nog niet. En naarmate we iets verder voeren, dacht ik, ik ga eens even kijken of de motor wel koelt. En toen dreven we midden op het ei en toen kwam ik erachter dat de motor niet koelde. Dat heb ik toen gedaan, toen heb ik me stilgelegd, op zoek gegaan naar wat het kon zijn, maar ik kon het niet vinden. Het was best wel ingewikkeld. Ik had alles al uit elkaar gehaald. Uiteindelijk zijn we langzaam, heb ik even gewacht, zijn we naar de kant toe gevaren. Want ik dacht, dan kan ik niks kapot maken als hij alweer is afgekoeld. En toen uiteindelijk aan de kant kwam ik erachter dat het een soort van vacuumpompje was. Ik had trouwens ook met een specialist gebeld. En die kon mij vertellen dat het waterpompje op vacuum werkte. En toen kwam ik erachter dat er één boutje een beetje los zat. En die zorgde ervoor dat de vacuüm niet meer, ja, dat er geen vacuüm meer was. En op die manier heb ik hem weer gemaakt. En dat midden op het ei? Dat was best wel even spannend, ja. Alle vrachtschepen, het is natuurlijk sowieso niet zo'n heel snel bootje. Het is een langzaam lopende 30 pk in een best wel groot scheepje. En als je dan midden op het ei drijft met een warme motor, zonder marifoon bij, dan is dat toch best wel eventjes spannend.